Een hele goede avond iedereen. Welkom bij deze lezing. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Ellen en ik ben stagiair bij Studium Generale, platform voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. Vandaag zijn we hier voor de tweede lezing in de serie Nederland, Drugsland. En de vorige keer hebben we het al gehad over drugsgeweld. En wat kan de politie en justitie hiertegen doen? Werkt hun keiharde aanpak wel? Daar hebben we het dus al de vorige keer over gehad. We organiseren deze serie in samenwerking met het Willem Pompen Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. En vandaag gaan we het verder hebben over de drugsgebruiker. Want de drugsgebruiker, is die nou mede verantwoordelijk voor drugscriminaliteit en drugsgeweld? En is er zonder vraag eigenlijk ook geen aanbod? Of werkt dat niet op deze manier? En wat als we alle drugs zouden legaliseren, zou dit een probleem oplossen? Daarover gaan we vandaag in gesprek met onze drie gasten die jullie hierachter aan tafel zien zitten. Onze eerste gast van de avond, Machteld Bus. Zij is directeur van Stichting Mainline. Deze stichting komt op voor de gezondheid en rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Dan hebben we Ferry de Jong. Hij is hoogleraar straf- en procesrecht aan het Willem Pompen Instituut en de Universiteit Utrecht. En hier zit ook nog Steffen Snelders. Hij is historicus op het snijvlak van cultuurgeschiedenis en medische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En hij deed onder andere al onderzoek naar LSD. Steffen Snelders zal nu eerst een korte introductielezing geven. En daarna zullen we met de drie gasten gaan praten over dus de drugsgebruiker en zullen we een discussie voeren. Die zal worden gemodereerd door mijn collega Laura. Dan geef ik nu graag het woord aan Steffen Snelders. Hartelijk applaus alstublieft. Ja, dank jullie wel. Ik wou dit kwartiertje aangrijpen om iets te zeggen over de context waarin deze hele discussie plaatsvindt. Hoe we kijken naar de problemen die net zijn uiteengezet, hangt heel erg af van het raamwerk waarbinnen je het plaatst. Dus hoe breder het raamwerk, hoe moeilijker natuurlijk altijd de conclusies worden. Dus vandaar dat misschien menig politicus het raamwerk wat beperkt wil houden. Ik ga het tegenovergestelde doen. Zoals je zelf ziet in de ondertitel, we gaan gewoon door een paar eenrutsen en kijken wat ons dat oplevert vanuit ons besef over drugsgebruik en de drugsgebruiker in de maatschappij. En die is heel erg bepaald op dit moment door het illegale karakter van een aantal geestverruimende, bewustzijnsveranderende, psychoactieve stoffen, ook wel vaak aangeduid als drugs. Niet alle drugs die dat doen vallen overigens onder de opiumwet. Daar zullen we het zo meteen misschien ook nog even over hebben. Maar die onder de opiumwet vallen zijn in principe illegaal voor gebruikers, producenten en handelaren, behalve voor mensen met een medische vergunning. Maar er is nog iets heel anders aan de hand met deze illegale drugs, die vaak nog niet heel zo lang in onze maatschappij zijn. Soms ook wel weer, juist wel weer heel lang. En dat is dat ze eigenlijk steeds normaler worden in deze maatschappij. En het belangrijkste, als we kijken puur naar de cijfers, zijn cannabis, alle cannabisproducten, inclusief marihuana en hashish. En ecstasy, zoals jullie weten, ecstasy zelf bestaat eigenlijk niet. Het is een straatnaam voor wat eerst MDMA was en nu ook voor een hele serie gerelateerde stoffen. Bijna een kwart van alle Nederlanders heeft aangegeven in 2018 wel eens cannabis te hebben gebruikt. Als je bedenkt dat de grote groei van het cannabisgebruik in Nederland begint ongeveer in 1967, dus dat is bijna exact een halve eeuw geleden,
Op dat moment zijn er eigenlijk nog maar een paar duizend cannabisgebruikers. En dat gaat dan heel snel groeien. En rond 1970 is er al best wel grote paniek in politieke en politionele kringen. Want er zijn misschien wel bijna 200 tot 1000 tot 300.000 cannabisgebruikers in Nederland. Nou, een kwart van de bevolking, dat is inmiddels, loopt dat in de miljoenen. Nou, cannabis zal jullie misschien niet eens zozeer verbazen, want dat is overal te krijgen. Dat is ook al een teken van normalisatie. Maar ecstasy, wat 20 jaar geleden, toen de housecultuur en de danscultuur opkwamen, nog echt een soort underground drug was, inmiddels heeft ook al bijna 10% van volwassen Nederlanders, althans dat was het getal in 2018, wel eens ecstasy gebruikt. En dat is ver boven het Europese gemiddelde. En een van de redenen natuurlijk waarom dat ver boven het Europese gemiddelde ligt, is omdat er een bloeiende ecstasy-industrie ook bestaat in Nederland. Ook een bloeiende cannabis-industrie trouwens. Dan heb ik het niet alleen handel, dan heb ik het ook over productie. We hebben het over de nederwietteelt. De synthetische drugsindustrie in Nederland is de grootste ter wereld. Eigenlijk dingen waar Nederland voor staat als koopmansland, maar als je de context anders legt, is dat opeens een dreigend gevaar. Nou, mijn these hier die ik wil verdedigen is dat die normalisatie eigenlijk een onomkeerbaar proces is. Illegale drugs zullen steeds meer en meer gebruikt worden en belangrijker nog, en dat is een essentieel onderwerp van de normalisatiethese, zoals dat de afgelopen 20 jaar is ontwikkeld door drugssociologen, is dat het geaccepteerd wordt ook door mensen die zelf geen drugs gebruiken. Dus bijvoorbeeld, er zijn steeds meer ouders wier kinderen naar een party gaan die het heel normaal vinden om een ecstasypilletje te nemen en die het dan niet eens verbieden, maar erover wensen te praten met hun kinderen. Dat zijn allemaal dingen die tientallen jaar geleden nog helemaal niet plaatsvonden. Tezelfde tijd echter zien we iets heel anders. Ik woon in Amsterdam en onze burgemeester heeft nu het geweldige plan om toeristen te weren uit de coffeeshops. En dat betekent natuurlijk dat de handel zich verplaatst naar de straat. Dus het volgende fantastische plan is dat de toeristen gewaarschuwd worden door middel van LCD-schermen op straat, dat ze niet bij die straatdealers moeten kopen. Ik ga even niet in op de realiteitsgehalte van dit soort campagnes. Maar ik wil het even in perspectief plaatsen. En het perspectief is dat mensen psychoactieve middelen gebruiken. Ik zelf heb net een kopje thee genomen. Een kopje thee is tot in de 17e eeuw onbekend in Nederland. Het is een nieuwe druk. Het verandert je bewustzijn. En met name sinds de ontdekking van Amerika en de komst van allerlei nieuwe psychoactieve middelen als koffie, thee, tabak, chocola, opium, heeft er plaatsgevonden wat historici nu psychoactieve revoluties noemen. En je ziet dat er steeds nieuwe drugs komen. In de 19e eeuw wordt weer een stap voorwaarts gemaakt door de opkomst van de farmaceutische industrie, die bijvoorbeeld uit middelen als opium veel sterkere middelen als morfine en heroïne haalt. En dat proces van nieuwe drugs, steeds sterkere drugs, herhaalt zich tot vandaag de dag. En gaat samen met die psychoactieve revoluties onder de menselijke populaties. En in dat verband is het heel interessant dat die acceptatie en normalisatie van cannabis, die eigenlijk nu al zo'n jaartje of 50 aan de gang is en waarvan er nu dus heel duidelijk gesproken wordt over legalisatie, dat is precies dezelfde tijdsframe als tabak in onze Gouden Eeuw, of de 17e eeuw, als we het woord Gouden Eeuw niet meer mogen gebruiken, heeft geduurd
voordat tabak algemeen geaccepteerd is geraakt in de Nederlandse maatschappij. Tot op het punt dat, zoals men toen sprak, een Nederlander zonder een pijp tabak een onmogelijkheid was. En tabak natuurlijk heeft verslavende werkingen, heeft psychoactieve werkingen, heeft gezondheidseffecten, net als cannabis. En belangrijker, tabak in het begin was veel problemen mee. Eén reden was misschien de effecten van tabak zelf. Ook dat het uit ver weg kwam, het kwam uit Amerika, net zoals veel latere drugs, dus dat was een beetje verdacht. Maar wat ook onplezierig werd gevonden is dat er overlast opkwam. Dit is een decreet van de stad Amsterdam in 1635... waarin het buren op de oude schoenen- en klompenmarkt verboden werd om op straat tabak te drinken. Zo noemden we het roken van tabak toen. Omdat het overlast gaf voor de buurt. Overlast is altijd een belangrijk probleem geweest met drugsgebruik, niet zozeer het drugsgebruik zelf. En een ander belangrijk probleem zit heel erg in onze samenleving en dat is het christendom. Of eigenlijk het idee dat je niet te veel mag genieten. In de 17e eeuw noemden ze dat het natuurlijke leven van mensen die maar gebruiken zonder beperkingen. En dat stond haaks op het spirituele leven van de echte christen. En dit is een citaat van een dominee die het christen zijn in twijfel trekt van mensen die zo verzot zijn op wat hij noemt de vuile smoke of de vuile rook van de tabak. Nou, ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen dat dit nog altijd onder ons is. En ook een heel belangrijk deel is van de discussie. Waarbij ik overigens ook wel even wil aannemen dat de druiven waar hierover gesproken worden, volgens velen ter tijde van Jezus en de vroege middeleeuwen, bepaalde extra substanties bevatten die het deelnemen aan de mis extra plezierig maakten. Nou, een van de redenen waarom tabak geaccepteerd is geraakt en ook zich ook zo kon verspreiden in Nederland is omdat, en dat is een beetje uit ons geheugen verdwenen, Nederland werd in de jaren 17e eeuw ook een van de grootste tabaksproducenten van de wereld. Dus rond Amersfoort liet de Amsterdamse kooplieden hele tabaksvelden aanleggen. Die tabak was natuurlijk niet zo goed als die uit Amerika kwam, maar die was wel populair. Die werd door heel Europa verhandeld. En waar er in bepaalde landen zoals Frankrijk wettelijke belemmeringen waren voor de uitvoer van tabak naar zo'n land, toen waren de Nederlanders al in de 17e eeuw en 18e eeuw heel goed in het smokkelen van die tabak naar die landen. Ook een interessante parallel met het heden. En tabak is niet het enige. Een andere nieuwe drug uit de moderne tijd is gedestilleerde alcohol, jenever. Deze man is daar heel belangrijk is geweest, Lucas Bols. En jenever is eigenlijk een van de eerste hard drugs die voor enorme sociale problemen raakt. In Engeland raakten veel mensen verslaafd, vaak door illegaal ingevoerde Nederlandse jenever. En dat leidde tot de Gin X van de 18e eeuw. Maar wat nu even heel belangrijk is voor die overlast. Kijk, het was al lang bekend dat mensen te veel konden drinken, maar als je van adel was bijvoorbeeld, of van een hoge stand, was dat nooit zo'n probleem. De enige die daar moeite mee hadden was de dominees. Het probleem ontstond natuurlijk wel als de arbeidende klasse op grote schaal dronken was. Niet alleen was die dan op grote schaal dronken, maar bovendien komt er in de 18e eeuw ook iets anders op en dat is onze democratische maatschappij. Je krijgt de Franse revolutie, de Amerikaanse revoluties. Dat betekent dat wij discussiëren over politieke onderwerpen, dat we gaan stemmen en dat er eigenlijk van ons verwacht wordt dat we daarbij nuchter zijn.
En dat is niet altijd geweest. Persoonlijk, als ik naar de uitslag van verkiezingen denk, is het nog steeds niet altijd zo. En dus er waren al vroeg conservatieve filosofen die zeiden van, ja, maar mensen van intemperate minds, die ze dus niet kunnen matigen en die dus wel bezopen zijn, kunnen niet vrij zijn, kunnen dus ook niet deelnemen aan het democratische proces. En het is die combinatie van het nodig hebben van een gedisciplineerde arbeidersklasse. De industriële revolutie komt in Nederland vrij laat, pas eind 19e eeuw. En er is op dat moment nog heel veel problemen met het zogenaamde maandag houden door arbeiders. Dat betekent dat die hadden het hele weekend doorgezopen en die gingen maandag nog eventjes verder. Dus die maandag waren ze wel aan het werk, maar die kon je als werkgever dus eigenlijk afschieten. Dus je ziet de eerste regulaties op nationale schaal. Nederland bestaat pas als natie natuurlijk sinds 1798. Is niet de opiumwet, maar de drankwet. Die voor het eerst reguleert waar je mag drinken, hoeveel je mag drinken. En die ook reguleert dat als je dronken op straat loopt, je in een werkkamp kan eindigen. Dat is duizenden mensen gebeurd in die tijd. En pas later komt dan in 1920, na de Eerste Wereldoorlog, en dat is mede onder druk van Amerika en China, krijg je de eerste opiumwet die de productie en handel van bepaalde drugs verbiedt. En dan in 1928 de tweede opiumwet die ook het gebruik van die drugs verbiedt. Dat is nog een belangrijke extra stap. Nou, ik zei al, dat gebeurt heel erg onder druk van Amerika en China, die allebei een probleem hebben. China met opiumgebruik onder haar eigen bevolking, die haar kracht als natiestaat vermindert. En Amerika omdat er heel veel etnische minderheidsgroepen in Amerika geassocieerd worden met drugsgebruik van opium, in het geval van de Chinezen, of van cocaïne, in het geval van zwarte Amerikanen. En je ziet, toen de Harris Narcotics Act, Amerikaanse versie van de opiumwet, in 1914 al werd ingevoerd, zie je zo'n typisch bord van last warning to all dope peddlers and gangsters. En wordt gezegd specifiek aan black en Puerto Ricans gerefereerd. Maar ook de white dope peddlers moeten weg. Nou, dat betekent dat er iets interessants gebeurt. Als je naar cannabis kijkt. Cannabis kent een lange traditie van gebruik in Nederland. Die gaat minstens terug tot begin 18e eeuw. En werd voornamelijk medisch gebruikt. Tot in de jaren 50 kan je nog gewoon cannabis-tincturen bij de apotheek kopen. Het staat in de farmacopeia. Maar na 1920, na de invoering van de eerste opiumwet, vindt een abnormalisatie, dus het tegenovergestelde van die normalisatie, plaats. En wordt cannabis eigenlijk opeens een drug die wordt gebruikt als je hip, deviant, tegen de bestaande orde wordt gebruikt. Maar net als bij tabak vindt er op een gegeven moment door allerlei oorzaken een explosie van het gebruik plaats. En dan begint normalisatie van plaats te komen. En al in 1980 wordt er dus gesproken over de verburgerlijking van de hashishcultuur. Nou, ik denk dat wat we verder gaan bediscussiëren vanavond met dit grote plaatje in het achterhoofd moeten bekijken. De realisatie dat drugs, wat op zich al een raar begrip is, een raar containerbegrip, eigenlijk onderdeel zijn geweest van de menselijke maatschappijen en altijd. Dat er altijd veel problemen mee waren, met name als het overlast verzorgt, als het het maatschappelijk functioneren leek te in gevaar te brengen. En voor mensen met een bepaalde ideologische en vaak calvinistisch-christelijke achtergrond. En je ziet ook dat ondanks dit,
En ondanks, waar vorige week over is gesproken, die normalisatie eigenlijk gewoon doorgaat. Het lijkt haast een soort autonoom maatschappelijk proces wat niet te stoppen is. En als je dus gaat afvragen, wat is de verantwoordelijkheid van de drugsgebruiker voor alles? Hoe moet je omgaan met de drugsgebruiker? Dan denk ik dat we deze dingen in het achterhoofd moeten houden. Was dit hem? En dat gaan we nu doen. Ja, kan je nog eentje vooruit klikken voor nog een laatste? Ach, grondslide. Ja, dankjewel, Steffen. Deze avond gaan we het dus hebben over drugsgebruik en hoe we daarmee om moeten gaan. Ik zat natuurlijk eventjes wat recente nieuwsberichten te lezen. En wat me toch wel opviel is dat veel burgemeesters zeggen wat over drugsgebruik en hoe we daarmee om moeten gaan. En in de nasleep van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries mengde ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zich in de discussie. En hij zei, het gebruik van drugs is helaas normaal geworden. Er kan geen festival worden gehouden zonder een pilletje. Drugs worden vergoeilijkt, ook door de gegoede burger. Mensen zijn zelfs verontwaardigd als de politie pilletjes bij hen in beslag neemt. Dat is ongehoord. Aan drugs ligt een gruwelijke onderwereld ten grondslag met zoveel geweld en intimidatie. Aan elk pilletje kleeft bloed. En dus ik dacht, misschien is dat wel gewoon best wel een heftige uitspraak. Om toch ook eventjes de zaal in te kijken voordat we in discussie gaan. Wat een beetje, wat voor vlees in de kuip hebben. Wat jullie ervaringen zijn of meningen hierover. Dus ik dacht als eerste gewoon, ik wou eigenlijk gewoon zeggen, wie heeft wel eens drugs gebruikt? Maar dat is, merk ik nu, is eigenlijk gewoon een hele vage vraag, want het gaat over heel veel dingen. Maar wie heeft er wel eens softdrugs gebruikt van jullie? Dat is bijna de hele zaal, heel goed. En wie heeft er wel eens harddrugs gebruikt? Minder mensen, maar toch ook wel, denk ik, de helft. Oké, dus ook wel ervaringsdeskundigen hier in de zaal. En wie vindt van jullie dat als je drugs gebruikt, je de drugswereld in stand houdt? Een beetje wijfelende, toch wel een aantal mensen. Oké, goed om voor even een voorafpeiling te doen van misschien verandert het na vanavond. En wie zegt eigenlijk, maar het is juist de overheid die bloed aan haar handen heeft door drugs te criminaliseren? Ja, het is even natuurlijk voor de handen, het is een beetje ver uit elkaar, maar dit zijn er wel iets meer, ja? Ja, oké, goed. Nou, misschien kunnen we na afloop nog even kijken of mensen van mening zijn veranderd. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over het gebruik. Mag dat? Ja. Ja. Je bent de directeur van Stichting Mainline. Dat hoorden we net al even door Ellen gezegd worden. En even kort wat het was. Maar wat doet deze stichting precies? En waarom is die in het leven geroepen? Mainline bestaat inmiddels 31 jaar en is eigenlijk ontstaan in de tijd dat er veel mensen op straat zichtbaar harddrugs gebruikten. Dat was vooral heroïne en basecoke in die tijd. En daar praatte eigenlijk helemaal niemand met die mensen. Er werd wel heel veel over gepraat. En Mainline is eigenlijk als reactie daarop ontstaan om te kijken wat speelt er onder deze mensen. Wat voor informatie hebben zij nodig? Dat was de tijd dat HIV-AIDS, een infectieziekte als hepatitis, rondwaarde in die groep. En Mainline wilde eigenlijk kijken hoe de gezondheid van deze mensen verbeterd kon worden en hun rechtspositie verbeterd kon worden. En dan met name vanuit het idee dat deze mensen drugs gebruiken, dat een heleboel van hen niet konden of wilden stoppen. Maar dat het nog steeds mensen zijn en dat je nog heel veel kan doen om iemands gezondheid bijvoorbeeld te verbeteren. En in ieder geval om mensen hun menselijkheid terug te geven. Want op dat moment was het drugsbeleid, hoe zou je dat toendertijd, hoe het toendertijd was, hoe zou je dat schetsen? Dat was denk ik een overgangsperiode. Het was wel duidelijk dat vanuit de hippietijd mensen met allerlei middelen in aanraking waren gekomen. En dat bijvoorbeeld heroïne in eerste instantie heel erg onderschat werd. En veel mensen gingen dat gebruiken, veel jonge mensen gingen dat gebruiken en raakten daaraan verslaafd. En daar ontstonden allerlei problemen door, met name ook omdat het middel heel duur was.
En mensen werden in die tijd ook nog steeds wel opgejaagd door de politie. Dus die werden constant opgepakt. En dan gingen ze de cel in en uit. En dat werkte natuurlijk helemaal niet. Dus in die tijd zijn er allerlei maatregelen eigenlijk gekomen. Zoals zorgen dat mensen schone spuiten kregen. Zodat ze geen HIV opliepen. Maar ook wel, de politie heeft daar een rol gespeeld. Om mensen niet steeds constant weer op te gaan pakken. Dus dat werd het drugsgebruik toen meer gedecriminaliseerd. Kwam je niet meer automatisch in de bak terecht. Maar kwam er eigenlijk een idee van, we moeten dit probleem vanuit de publieke gezondheid aanpakken. Dus het was een omslagperiode. Daar zijn heel veel goede dingen denk ik uit ontstaan. Daar kunnen we het later nog over hebben. Nu nog steeds doet Mainline eigenlijk ditzelfde werk. Er zijn natuurlijk hele andere middelen populair geworden. Maar wij richten ons op die gebruikers die echt in de problemen raken door hun middelengebruik. Meestal is daar veel meer aan de hand dan alleen maar het middelengebruik. Ja. Dat is onze doelgroep. Je zei van toentertijd werden mensen, eigenlijk was het drugsgebruik gecriminaliseerd. Dus mensen werden opgepakt omdat ze drugs gebruiken. En dat is nu niet meer aan de hand. Nederland is best wel vroeg geweest met het decriminaliseren van drugs. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is geweest. Omdat je uiteindelijk mensen niet moet straffen omdat ze afhankelijk zijn van een middel. Mensen raakten natuurlijk ook vaak in aanraking met de politie omdat de prijzen van heroïne bijvoorbeeld heel erg hoog waren. En mensen moesten overlevingscriminaliteit plegen, zakken, rollen, fietsen, jatten, dat soort zaken om aan hun geld te komen. Dus dat speelde ook mee. Dat was het overlastverhaal eigenlijk, waar Steven het net over had. Maar op een gegeven moment kwam er wel een besef, mensen hebben zorg nodig eigenlijk en niet per se straf. En dat is langzaam in de tijd geweest toen veranderd. En dat is vandaag de dag, dat besef, meer doorgedrongen in het drugsbeleid of... jullie bestaan nog steeds, dus dat is nog steeds noodzaak. Ja, zeker. Wij werken ook veel internationaal. En daar is nog steeds echt een aanpak vanuit die strafgedachte. Dus allerlei morele oordelen over mensen die drugs gebruiken. Dat het hun eigen schuld is, dat ze zwak zijn, dat ze niet productief zijn. En dat ze straf verdienen. En dan komt het misschien wel goed met je. Ja, het omgekeerde is eigenlijk waar. Want als je één keer in die gevangenis belandt, dan is het natuurlijk helemaal moeilijk om je toekomst weer een beetje geïntegreerde manier in te richten. En dat zien we in het buitenland nog steeds heel veel gebeuren. Dat is meer regel dan uitzondering. En het Nederlandse drugsbeleid, hoe zou je dat typeren? Ik ben daar heel genuanceerd in. Ik denk dat er nog steeds een heleboel onderdelen heel goed werken. Zoals die publieke gezondheidsaanpak. Het feit dat mensen dus eigenlijk niet gestraft worden puur om het gebruik. Dat zijn hele positieve aspecten. En we zien vergeleken met buurlanden, bijvoorbeeld al België, dat het feit dat Nederland veel aan preventie doet, goede voorlichting geeft, dat dat een effect heeft. Bijvoorbeeld, er zijn heel weinig jonge mensen die spuiten. In België is dat een veel groter aantal. Dus daar zie je wel echt impact, heel positieve impact op gezondheid. Ik ben heel kritisch op het strafbeleid in Nederland waar het gaat om de productie van drugs. En het achteraanjagen van producenten en handelaren. Dat denk ik dat een zinloze race is, maar daar komen we straks op. Maar ik vind de gezondheidsimpact nog steeds eigenlijk wel positief te noemen. Dus ik ben ook niet heel verdeeld negatief over het Nederlandse drugsbeleid. Nee. Je zei, wij zijn er eigenlijk voor de mensen voor wie het drugsgebruik problematisch is. Is dat een groot percentage in Nederland? Over hoeveel mensen hebben we dat dan eigenlijk? Eigenlijk bij bijna alle middelen is het tussen de 7 en 19% van de mensen die echt problemen krijgen met dat bepaalde middel. Dus er zijn verschillen tussen middelen. Tabak is een middel waar heel veel mensen die ooit gebruiken ook verslaafd aan raken. Dus tabak is eigenlijk wat dat betreft een van de meest verslavende middelen. Maar eigenlijk geldt dat voor bijna alle middelen, dat een klein percentage, echt een minderheid, afhankelijk raakt. Zou je zeggen dat... als we het hebben dus over drugsgebruik, dan gaat de discussie in Nederland, denk ik, als ik de kranten volg, niet per se over deze mensen. Nee, dat klopt. Ja. Het publieke debat vliegt alle kanten op. Ja. Dus dat is heel moeilijk soms te volgen van wie bedoelen we nou als we het hebben over de gebruiker. Want dat is dus een hele diverse groep en daar kan je niet zomaar één op één iets op zeggen. En het debat gaat over het algemeen, vliegt het alle kanten op. En vaak met heel veel emotie doorspekt en heel veel moraliteit, wat je toch wel echt terugziet in de discussies. Ja, daar kunnen we dus inderdaad zo nog verder over praten. Ferry, ook welkom. Dank je. Jij bent hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Ik wou zeggen rechtsfilosoof, maar daar hadden we het net over dat misschien niet helemaal de juiste term is. Maar als je als strafrecht hoogleraar kijkt, hoe zou jij dan het Nederlandse drugsbeleid typeren? Nee, het is
natuurlijk in de jaren... Als ik het... Is dat niet? Oh, ik dacht dat het een aanwerking is. Zet. Nee dus. In de jaren 70, nou, het ging net al eventjes over, tweedeling, hè, in de softdrugs, harddrugs, dat onderscheid is toen ingeburgerd of eigenlijk gewoon ingevoerd. Met name ook, wat ik ervan begrijp tenminste, uit volksgezondheidsoverwegingen. Dat als je zegt van, nou ja, die softdrugs of wat we daar dan onder verstaan... is naar de letter van de wet verboden, maar we doen net alsof we het niet zo heel erg vinden en we handhaven er niet op, we vervolgen niet, althans als het binnen de perken blijft. Dus dat gedogen we. Mede met, als achterliggende reden, dat je op die manier daar wat meer grip op kan houden en misschien ook mensen kan afhouden, zeg maar, van de overstap naar de echt meer gevaarlijke drugs, zeg maar even. De lijst 1 stoffen. Nou ja, dat systeem is toen zo uitgebouwd en daar zit natuurlijk iets heel, onlogisch in die zin dat aan de kant van het gebruik inderdaad en het ook het voorhanden hebben als het om gebruikershoeveelheden gaat, van die middelen, daar wordt niet op gehandhaafd. Dat wordt gedoogd, maar... Het tot stand komen van die drugs en het aanvoeren en het leveren aan coffeeshops enzovoort, dat is gewoon hartstikke strafbaar. De afgelopen, nou ja, het zal het intussen zijn, decennia, nou ja, decennium misschien, heb je natuurlijk die hele, wel bijna morele paniek, maar goed, het gaat ook wel ergens over, over hennep. Plantages die nou ja, het is heel lucratief, omdat, althans, zolang het goed gaat, om dat op je zolder... te installeren, als je een paar goede oogsten hebt. Dus ja, daar zit iets heel scheefs. Ja, dat is dat beroemde Nederlandse, berucht gedoogbeleid. Ja, op één aspect, hè, is ja. Het gebruik, maar datgene wat het mogelijk maakt om dat te gedogen, ja, dat is nog altijd zwaar illegaal en strafbaar. Goed, en daar wringt natuurlijk iets. En daar gaat een groot deel ook van de discussie de afgelopen jaren natuurlijk over. En het beleid als het gaat over harddrugs in Nederland is wel, tenminste, als ik de ministers mag geloven, een beleid wat een hard beleid is. Hoge straffen. Ben je daar, ja, zie jij dat ook zo? Ja. Ik geloof dat het verhoudingsgewijs niet eens zo heel hoog is als het vergelijkt met andere landen, maar het is wel omhoog gegaan. De straffen die zo gemiddeld worden opgelegd voor harddrugsdelicten. Dus daar geldt een heel repressief uitgangspunt in het strafrecht ook. Ja. En als we gewoon kijken, omdat je natuurlijk breed kijkt in het strafrecht ook, je had het net over de gezondheidsoverwegingen, zou je zeggen dat de leidende draad is als je gaat kijken van waarom maak je iets strafbaar en waarom niet? Is dat de overweging of is dat, ja, we hoorden net van Stefan dat er toch ook wel wat politieke motivatie achter zit, misschien morele overweging? Ja. Drugs is natuurlijk bij uitstek een thema dat, ja, waar al die gevoeligheden, zeg maar, samenkomen. Je hebt voor een deel morele bezwaren, maar ook voordelen, hè, voor sommigen ligt er maar aan hoe je in het leven staat ook, ten aanzien van drugs. Voor een deel religieus bepaald. Voor een deel heel pragmatisch. In Nederland is dat natuurlijk ook wel tamelijk traditioneel een invalshoek. Volksgezondheidsbelangen die toch wel voorop staan. Bij die opiumwet eigenlijk ook. Van oudsher. En ja, als het dan gaat om de vraag wat moet strafbaar zijn. Het gebruik van drugs, ook de zwaarste drugs, is niet strafbaar. Is het wel geweest een tijd, maar ik geloof dat het in 1976 of zo uit de wet geschrapt is. Het, we willen het ook weer aanwenden, dat geloof ik genoeg, in de opiumwet. Maar in ieder geval, dat is eruit gehaald. Het voorhanden hebben is wel strafbaar, nog altijd. En het verhandelen natuurlijk, en invoeren, uitvoeren en zo. Maar het loutere gebruik is niet strafbaar. Dat kun je gewoon straffeloos doen in principe. Zij het natuurlijk dat als je gebruikt, je het ook meestal voorhanden hebt, dus dan ben je al strafbaar. Maar het gebruik zelf is dus niet strafbaar. En daar zit iets in van een soort, een soort weerzin misschien, of in ieder geval, positief gezegd, misschien een soort liberalistisch idee van
waarom zou je gebruik strafbaar moeten stellen, pure gebruik, als iemand zijn lichaam naar de knoppen wil helpen? Je hebt zelf net het woord pragmatisch gebruikt. Het wordt inderdaad achteraf gezegd van het zijn, hij heeft allemaal redenen dat iets zo en zo in de opiumwet staat. Bijvoorbeeld dat verschil tussen harddrugs en softdrugs, wat medisch en wetenschappelijk gezien voorkomen kolder is bijvoorbeeld. Het feit dat gebruik er niet meer in staat, maar bezit dus wel in 1976, was puur, als we de analyses mogen geloven, een toevalstreffer. Er werd echt niet eens behoorlijk over nagedacht op dat moment. Sterker nog, het verschil tussen harddrugs en softdrugs is ingevoerd, met name door de PvdA, om te zorgen dat er niet te veel jongeren, want wie waren in de jaren 70 cannabis gaan gebruiken? Dat waren de zoons en dochters van de minister zelf en de middenklasse. Dus de minister van Volksgezondheid die een rol speelde in de wetswijziging van 1976, Irene Vorink, haar zoon Koos Zwart, was een van de belangrijkste voorstanders van de cannabisbeweging. Dus dat zeg ik niet om af te doen aan jouw analyse, want rechtsgeleerden moeten natuurlijk uitleggen waarom het logisch is wat in de wet staat. Maar als we historisch bekijken, zijn er vaak hele pragmatische overwegingen. En dan kan je zelf zeggen waarom de opiumwet überhaupt is ingevoerd. Dat was niet uit zorgen voor de volksgezondheid, omdat namelijk bijna niemand de drugs waar het om ging in die tijd gebruikte in Nederland. Maar dat is omdat opium op grote schaal verkocht en geproduceerd werd door de Nederlandse koloniale staat in Indonesië. En men zei in de maatregel van bestuur, wij moeten snel mogelijk zo'n opiumwet invoeren, zodat we internationaal laten zien dat we meedoen. Omdat anders gaan mensen misschien zeggen van, hé, maar waarom verkopen jullie eigenlijk zelf opium aan de eigen bevolking in Indonesië? Dus er zit, ik denk dat het Nederlands beleid altijd heel pragmatisch is geweest. En de reden waarom bijvoorbeeld de achterdeur waar jij het over sprak, dat daar eigenlijk helemaal niet over is nagedacht, is omdat men dacht, dat staat letterlijk in het Hulsman-rapport, dat de drugshandel niet zou groeien. Ik weet niet waarom men dat dacht. Men dacht blijkbaar allerlei dingen in die tijd die nergens op gebaseerd waren. Wat we nu natuurlijk niet doen, maar. Ja. Ja. Dus ik zou meer het pragmatische willen benadrukken vanuit een historische analyse. Ja, maar dat is een heel welkome bijstelling in zekere zin. Maar zeker, dus die opiumwet is oorspronkelijk niet, heeft niet dezelfde grondslag, zeg maar, die het dan tegenwoordig wel heeft, althans meer heeft dan het destijds had. Dus die relatief specifieke achtergrond van het ontstaan van die wet. Je hebt het eerder ook over die drankenwet gehad. En die internationale druk, of althans die ontwikkelingen die daar ook mede voor hebben gezorgd. Die opiumwet hebben we nog steeds natuurlijk. En daar is het nodige in gewijzigd door de jaren heen. En in die wetswijzigingen, Grapperhaus volgens mij nog, de vorige kabinetsperiode, die, ik weet niet precies welke aanleiding er nou. Nou ja, dat wel, dat was in de sfeer van de liquidaties die er helaas zijn geweest. En de discussie die op gang kwam over, van, nou, moeten we ook het gebruik, of de gebruiker, zeg maar, van drugs, dus niet alleen maar de handelaar en zo, en de invoerder en uitvoerder, maar ook de gebruiker zelf, niet toch wat meer in dat strafrecht gaan targeten, zeg maar. En dus misschien ook het gebruik zelf strafbaar stellen. Daar was Grapperhaus zelf sterk op tegen. Mede omdat hij dacht van, ja, als je dat doet, dan kunnen mensen die dan bijvoorbeeld een verslaving hebben, of daarnaar neigen, of anders problemen hebben met het gebruik, zich minder genegen voelen om hulp te zoeken, zeg maar. Dat is een redenering die je wel vaker ziet in het strafrecht. Als dat soort volksgezondheidsachtige belangen, zorgbelangen, concurreren, zeg maar, met meer morele belangen of ideeën, denkbeelden over de strafwaardigheid op zichzelf van bepaald gedrag. Dat kan dus afleggen tegen dat soort, ja, pragmatisch noemen,
belangen die daarmee te maken hebben. Ja. Maar pragmatische overwegingen spelen gewoon wel een flinke rol als we kijken naar het Nederlandse strafrechtssysteem. In de vorige aflevering vertelde wetenschaps of de misdaadjournalist Jan Meus ook over dat het beleid dat wij nu hebben over drugs en dat mensen gestraft moeten worden, dat heel zwaar weegt op de strafrechtketen. Niet alleen politieagenten, detectives. Nou ja, jij zit zelf ook natuurlijk in die keten. Dus dat herken jij dan misschien wel? Een beetje. Af en toe dan plaatsvervanger. Bij het Hof in Den Haag, bij de strafsectie. En de wat lichtere zaken doe ik dan, zeg maar. Maar een flink deel daarvan is toch vaak wel drugsgerelateerd. Drugsbezit, handel. Vaak ook wat andere feiten, zeg maar. Maar soms ook wel gewoon puur een aantal drugsfeiten. En dan gaat het ook niet zelden, zeg maar, om mensen die dat ook niet voor de eerste keer, zeg maar, moeten komen vertellen bij de rechter. Hoe het er zo gekomen is. Dus je kan je soms afvragen hoe veel nut het heeft nog een keer voor moet komen. En het legt gewoon heel veel beslag op de capaciteit van het hele justitiële apparaat en de rechters. En die tijd kun je mee besteden. Dus dat zorgt wel voor wrevel in die praktijk. Ja. Dus we weten nu dat het veel beslag legt op de strafrechtketen. We weten dat eigenlijk repressie zorgt voor meer criminaliteit. Of in ieder geval extremer geweld. Dat hoorden we ook de vorige avond. Dus er moet iets veranderen in het drugsbeleid. Eerst zou ik dat koffieshop-experiment een keer wat vaart geven. Want dat ligt weer een beetje plat, heb ik het idee. En dat duurt echt al heel erg lang. Het koffieshop-experiment? Er is een experiment gaande met een gesloten koffieshopketen. Dat er dus ook de productie en de handel allemaal eigenlijk gereguleerd wordt. Wat ik denk ik een hele goede ontwikkeling is. Om te kijken of je die achterdeurproblematiek kan gaan aanpakken. Het is een experiment. En dat wordt ook weer geëvalueerd. Er gaan jaren overheen. En er zijn heel veel problemen met het goed opstarten van het experiment. Met de aanlevering bij de coffeeshops en dergelijke. Ik denk dat er een heleboel landen en Amerikaanse staten om ons heen zijn die cannabisregulering al lang op orde hebben. Dus dat experiment dat duurt eigenlijk best wel lang. Ik vind het probleem in Nederland rond de achterdeur in de cannabisketen echt wel groot. Er zijn ook nog steeds echt grote criminele organisaties die daar veel geld mee verdienen. Ook daar zie je wel geweld. En ik vind dat een heel mooie eerste stap is om het beleid te gaan veranderen. Daar moet echt iets gerepareerd worden wat in de afgelopen jaren gewoon niet goed is gegaan. Dat weten we allemaal al. En we zien heel veel eigenlijk redelijk goede voorbeelden in buurlanden, in Amerika, ook in een aantal staten, waarin die regulering heel goed gaat. En ik denk zelf dat het ook goed is om te gaan kijken of je niet iets verder kan gaan met een experiment. En bijvoorbeeld ook naar ecstasy kan kijken, naar MDMA. Of je dat niet ook kan gaan reguleren op kleine schaal. Omdat we weten natuurlijk niet of er allerlei onbedoelde effecten zijn als je dat soort beleid radicaal gaat invoeren. Maar heel gedegen kijken naar zijn er niet alternatieven op wat wij doen, denk ik zeker wel dat het tijd is. Ja. Het coffeeshop experiment, als je eigenlijk kijkt naar het nieuws over drugscriminaliteit of drugsgebruik, zou ik niet als eerste, zeg maar, in het nieuws kan je in ieder geval niet aflezen dat dat een soort van een probleem is in Nederland. Nee, maar de export van cannabis is nog steeds wel echt een goed exportproduct nog steeds hoor in Nederland. En er komt van alles bij kijken. Heel veel geld, heel veel zwart geld. Mensen moeten dat witwassen. Dus daar komen dezelfde problemen bij kijken als bij de kookwinsten bijvoorbeeld. Ja. Misschien op een andere schaal, maar het is nog steeds echt wel een groot probleem. Daar kan je eigenlijk nu, heb je de kans om te kijken, wat gebeurt er nou als we dat verder reguleren en heeft dat positieve effecten? En uiteindelijk denk ik dat het goed is om te kijken naar de doelstellingen van ons beleid, ons drugsbeleid. Want ik denk uiteindelijk dat we de gezondheid voorop willen hebben staan en de veiligheid van onze maatschappij. En wat we nu doen heeft niet dat effect. Dus ik denk zeker wel dat er betere beleidsopties te bedenken zijn om meer gezondheid en meer veiligheid in Nederland te krijgen. En in hoeverre is het beleid dan wat we nu hebben, is dat slecht voor de gezondheid of is dat slecht voor de veiligheid?
Nou, wat je net noemde, dat er eigenlijk een geweldsescalatie is. Hoe repressiever je bent, hoe meer geweld er eigenlijk komt kijken bij die drugshandel. Dat is natuurlijk een heel groot maatschappelijk probleem. Net als het geld wat over de plinten klotst, wat allemaal witgewassen moet worden, wat de witte sector binnenloopt. Dus ja, daar hebben we een enorme economie, zwarte economie, die niet meer in controle te krijgen is. Dus dat zie ik echt als een groot risico voor de veiligheid in Nederland. En we zien natuurlijk ook dat er liquidaties zijn geweest de laatste jaren. En dat in die onderwereld van alles gebeurt wat je eigenlijk niet wil. En dat komt omdat je producten op de markt hebt die op geen enkele manier door de staat gereguleerd worden. Dus ik ben een groot voorstander van meer regulering. En in ieder geval kijken hoe we dat zouden kunnen doen. Omdat dat eigenlijk juist meer controle geeft. Dus ik ben geen voorstander van het vrijgeven van allerlei middelen. Maar het onder controle brengen en het, de staat die bepaalt wie dat produceert, onder welke voorwaarden en wie er dan vervolgens op welke manier dat kan kopen, denk ik dat heel wenselijk is. Want nu laten we het over aan een circuit waar je eigenlijk je lot niet in handen wil leggen. Ja. Stefan, jij ook eens met deze punten dat het meest problematisch is in het beleid? Of aanvullende? Je moet definiëren wat je nou eigenlijk het probleem vindt. Als je liquidaties tussen criminelen het probleem vindt, want ik betwijfel of dat nou het grote probleem voor de overheid is hoor. Je hebt de criminelen, dan heb je onderling geweld. Dat hoort bij de criminele manier van zaken doen. En dat zal niet weggaan op het moment dat je drugs gaat reguleren. Want dan zijn er wel andere dingen waar... Dit zijn flexibele ondernemers die vaak in meerdere markten actief zijn. Je kunt zeggen inderdaad, het gaat mij om de gezondheidsaspecten. Maar wil je dan een puur product op de markt hebben... en dan kun je Machtels verhaal helemaal onderschrijven... Maar je moet dus wel bedenken, dan moet je dus eigenlijk weer heel veel extra geld pompen in preventie bijvoorbeeld en goede voorlichting. Is je probleem dat er grote delen van de economie niet onder controle van de staat zijn? Stiekem denk ik dat dat eigenlijk het probleem is. En dan is het een beetje raar om de schuld daarvoor bij de gebruiker te gaan leggen. Ja, dus al dat geld wat tegen de plinten klotst, wat witgewassen wordt, of eigenlijk die hele financiële schimmige zaken die we allemaal niet zien, dat is wat jou betreft het grootste probleem. Als je dat als probleem ziet, ja. Maar je moet bedenken, ik wil wel even tegen ingaan, tegen het idee dat de drugshandel een soort parasiet op deze maatschappij is. Want ze maakt eigenlijk al meer dan een eeuw lang of langer onderdeel uit van de maatschappij. En ze biedt voor heel veel mensen ook veel economische voordelen. De nederwietteelt is voor veel mensen in de jaren 90... die geen baan hadden, geen inkomen, was een manier om aan een beetje geld te komen en iets op te bouwen. Dat kun je natuurlijk moreel afkeuren. Maar dat er een economische overlap is... En dat is altijd zo geweest. Dus dan kun je zeggen van, kunnen we dat tegengaan door dat helemaal af te snijden? Of hoe moet je dat dan zien? Ja. Ferry, als jij hoort over reguleren en wiet-experimenten, wat denk jij dan als strafrecht-expert? Ik snap wel dat het zo lang duurt of... Er zijn allemaal zaken die wij niet zien en daarom duurt het zo lang. Ja, dat zou ik niet weten, eerlijk gezegd. Ik vind het ook lang duren. Er wordt al heel lang over gesproken. En, dat zou ik echt niet weten. Maar waar ik wel een beetje huiverig voor ben in die discussie is dat je... Dus waar je denk ik voor moet oppassen is dat je niet al te hoge verwachtingen zeg maar, wekt over wat het oplevert. Al is het maar bijvoorbeeld dat een heel fix deel
ik weet niet precies welk percentage of zo, maar zeker bepaalde type drugs die zijn voor een overgrote deel bestemd voor de buitenlandse markt. En dan kun je het in Nederland legaliseren, maar dan haal je het criminele zeg maar, er niet van af, voor zover het gaat om de grensoverschrijding. En dus ook niet alle problemen die daar verder uit voortvloeien. En ook al het geweld en voor zover het daarmee samenhangt. Dat is één. En twee is denk ik ook dat als een deel van die productie bijvoorbeeld van bepaalde typen verdovende middelen worden gereguleerd en onder staatstoezicht zeg maar wordt uitgevoerd, dan zul je waarschijnlijk, ja het is speculatief, maar toch ook nog wel een soort van nevencircuit blijven houden waar net even wat goedkoper zeg maar nog en nog wat sterker spul zeg maar kan worden geproduceerd en verkregen. Dus heel, nou ja, zaligmakend denk ik niet dat het zal zijn, maar ik geloof inderdaad wel dat het dat je toch iets moet zeg maar met het feit dat het nou ja, inderdaad, die ondermijningsgedachte, dat het zo erg is, afhankelijk is van onderdelen van zeg maar, de legale economie. Het witwassen van die enorme bedragen geld die erin omgaan. Ik denk dat wel een soort corrumperend effect op de samenleving op een gegeven moment dan toch sorteert. Daar moet je wat aan doen en je moet ergens beginnen. Dus dan lijkt mij dat dit een aardige mogelijkheid is. Ja, de volgende avond die zal ook gaan over het geld en het witwassen. Ik kijk even naar naar mijn telefoon, want mensen kijken natuurlijk ook online mee. En daar kunnen ook vragen gesteld worden. Ik denk dat we zo ook even de zaal in kunnen om te kijken of er bij jullie wat vragen zijn. Maar er is een vraag binnen en die is van Cirilio. Als de overheid regels creëert die leiden tot meer schade, is de overheid hier dan verantwoordelijk voor? Dus eigenlijk de regels, ik denk dat u bedoelt van dat de regels of de wetten die er nu zijn tot meer schade leiden, zijn ze dan daar eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor? Door onze overheid? Goeie vraag. Wat vindt de zaal? Nou ja, kijk, ik denk wel, want we hebben het natuurlijk ook wel af en toe gehad over die schuldvraag bij de gebruiker. En dat vind ik zelf, kijk, je bent onderdeel van een systeem, dus natuurlijk ben je niet helemaal vrij van verantwoordelijkheid, dat voorop. Maar ik vraag me af, waar zit degene die hier iets aan kan veranderen? En dat zit niet bij de gebruiker. Dus daar heeft de overheid wel een aandeel, ja. Ja, en ik denk dat eigenlijk die schuldvraag interessanter is om terug te stellen. Dus ik vind het een hele goede vraag. Ja. Ja, ik denk dat de verantwoordelijkheid meer bij de overheid ligt dan bij de gebruiker. Ja, nou, ook omdat we hebben gehoord dat eigenlijk drugsgebruiker altijd is geweest. Dus we kunnen wel doen alsof het er niet bij hoort. En als we dat dan criminaliseren, dat we er dan van afkomen. Maar dat het blijkt dat het gewoon niet zo is. Ferry, wat denk jij over die schuldvraag? Van de individuele gebruiker bedoel je? Ja, of in ieder geval wat Cirilio zegt. Nou ja, nee, eigenlijk is gewoon de overheid schuldig hieraan door de regels die zij hebben gecreëerd. En daarmee het systeem in stand houden wat er is. Ja, een overheid die maakt regels, je neemt maar aan met de beste bedoelingen. Maar soms schieten die hun doel voorbij en dan moet je daarvan leren, zeg maar. En op je schreden op een gegeven moment terugkomen. Tenzij je zegt van ja, het kan best zijn dat hier allerlei neveneffecten zeg maar, optreden die heel hoogst onwenselijk zijn. En misschien per saldo nog wat meer schade misschien ook opleveren dan wat je ermee beoogt te voorkomen. Maar het kan ook zijn dat je zegt van ja, dat kan zo zijn. Maar de gedragingen die het hier betreft, die zijn zo inherent moreel verwerpelijk, het moet strafbaar zijn. Ja, dan is dat een soort van discussiestopper, zeg maar, die maakt dat je het dus hoe dan ook strafbaar wil zijn. Maar ik denk niet dat dat hier met dat drugsreguleren zozeer geldt. En dan zou ik inderdaad wel zeggen van ja, als je een regels in het leven roept en een beleid eromheen bouwt, waarvan het netto effect is dat de ellende er door vergroot wordt in plaats van verminderd, dan ligt het op de weg van degene die regels in het leven heeft geroepen om daar ook als eerste wat aan te doen. Dat laat wel onverlet, denk ik, dat ik af en toe ook wel denk
als je het terugbrengt naar de individuele gebruiker. Die heb je inderdaad in alle soorten en maten en zo. Maar het is af en toe ook wel een beetje dat je het idee krijgt dat het een soort mensenrecht is geworden dat je een pilletje mag gebruiken op een festival. En dat mag je vinden. Ik zou er zelf ook niet per se tegen zijn. Maar het gemak, zeg maar, waarmee dat wordt geponeerd soms, dat het de normaalste zaak van de wereld is. Nogmaals, dat kun je vinden, maar tegelijkertijd het aanschaffen van zo'n pil of wat je ook koopt en gebruikt. Ja, het is gewoon logisch noodzakelijk dat dus wel het systeem in stand houdt. Dat wel heel nare taferelen te zien geeft. Dus er zit wel een verantwoordelijkheid, vind ik, bij gebruikers. De vraag is, die naar de dosering, zeg maar, hoe verantwoordelijk ben je? Hoe groot is je aandeel in de ellende? En daar kun je over vermelding verschil. Ja, dit verhaal zou kunnen kloppen, maar er ontbreekt ook één ding aan. De keten is niet transparant. Er is niet één groot maffiasyndicaat die drugs aan ons levert. In feite, er is best wel veel drugsproductie en drugshandel die helemaal niet gepaard gaat met gewelddadigheid. Mm. Ik weet niet waar die bronnencourier zijn cocaïne vandaan haalt als ik hem bel. Als ik dat zou doen, natuurlijk. Stel, ja. Ja. Snap je? Net zo min weten die mensen op zo'n festival precies waar dat pilletje vandaan komt. Nee, hun natuurlijk. Nou, nee, dat verantwoordelijk te stellen dat zij niet hebben uitgezocht of je daar een keurmerk aan kan geven, dat is dan ook wel weer een beetje merkwaardig. Dus de overheid houdt namelijk. Dus dan moet de overheid dus ook wel de zaak transparant maken. Wat natuurlijk een onmogelijke opgave is, want ze hebben het illegaal gemaakt. Ja. Maar goed, dat is het hele punt van dit overheidsbeleid. Het is een onmogelijke opgave. Ja, maar dat vind ik toch iets te... Iets te makkelijk gezegd misschien, dat als je... Je weet niet waar het precies vandaan komt, of er wel geweld mee gemoeid is geweest in een of andere fase, zeg maar, van de totstandkoming van die pil of van dat zakje wit spul. Dat je zou ontslaan van iedere verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat je op mensen die spullen aanschaffen de verplichting moet leggen om een heel onderzoek uit te voeren. Maar enige bewustheid, zeg maar, ten aanzien van de machinerie, zeg maar, die daar toch, als je uit de kranten kan opmaken, tenminste, daarachter schuil gaat, die vind ik wel dat je mag veronderstellen bij mensen die dat aanschaffen. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat je ze toekoer verantwoordelijk moet houden voor wat er dan allemaal aan uitwassen gebeurt. Maar een zeker moreel appel mag je wel leggen, vind ik, op mensen die... Daarom vind ik de discussie over regulering wel interessant. Want ik ben het met je eens, dat is geen heilige graal. En er zal een zwarte markt blijven bestaan. En dat zal ook niet alle problemen in één keer oplossen. Maar het geeft wel een consument keuze. Dus je kan wel... Kijk, dan zou ik zeggen, als jij dan kiest om op de zwarte markt je drugs te kopen, ja, dan ben je wel eens en wetens misschien wel aan het bijdragen, aan het in stand houden van een crimineel systeem. Maar die alternatieven om een andere keuze te maken zijn er nu niet. Dus in dat opzicht is die consument vrij machteloos. Nou kan je zeggen, stop met drugs gebruiken. Maar ja, dat doen mensen nou helemaal niet. Mensen stoppen ook niet met hamburgers eten als we dat graag willen, als we zien dat er veel overgewicht is. Dus weet je, daar kan je allerlei mening over hebben, maar het is gewoon een feit dat mensen het gebruiken. En dan liever promoten dat mensen het op een gezonde manier doen en op een, weet je wel, zo veilig mogelijke manier die aanschaf doen. En dat is wel een boodschap die de overheid uit zou kunnen dragen natuurlijk, door het beleid wat ze voert. Ja, is er misschien iemand een reactie uit de zaal of een vraag over deze... Ja, ik zie... Kom even naar je toe. Ik heb eigenlijk wat opmerkingen. Ik heb toch een beetje moeite met het volkomen normaal zijn van een pilletje slikken. Dat werd ook door u al gezegd. Misschien kan de opvoeding daar ook wat meer mee, denk ik. Van jongens, het effect van drugs gebruiken. Leg dat wat beter uit binnen de opvoeding. Dat het misschien helemaal niet zo normaal is dat we een pilletje slikken of drugs gebruiken. Hè? Ten tweede, wat ik een beetje mis in deze discussie, die ik trouwens uitstekend genuanceerd vind, hoor, dat wel. Maar ik mis een beetje dus de
de Europese of de wereld beïnvloeding van die ecstasy en drugs export. Want Europa ergert zich mateloos aan het gedoogbeleid in deze van Nederland. Dat weet ik zeker. En die willen juist dus dat Nederland wat meer gaat handhaven in deze. En tenslotte... Het wordt wel, denk ik, een beetje, ik kom zo bij terug. Maar ik dacht misschien goed, dus oké, ten eerste over, zegt u van, ik vind het niet helemaal oké om het gewoon normaal te vinden. Nou is natuurlijk normaal en abnormaal zijn sowieso lastige woorden. Maar als het dus gaat over drugsgebruik en een pilletje, waar maakt u zich dan zorgen over? Nou, ik denk dat je dus ook de andere kant van de medaille rustig kan bespreken. Van, is het wel zo normaal dat we iedere keer een pilletje slikken als we naar een concert gaan? Hè? Of als we... Maar zijn dat gezondheidsproblemen bijvoorbeeld waar u zich dan over zorgen maakt? Ja, daar denk ik inderdaad in eerste instantie toch aan. Hè? Ja. En nog één ding. Mijn laatste opmerking dan is dus dat de milieueffecten van het produceren van drugs, die illegale lozingen in de natuur van Nederland, vreselijk. Dus er moet denk ik toch meer gehandhaafd worden hoor, in deze productiezaken. Ja. Oké, nou, we hebben sowieso drie punten om nog over door te discussiëren. Ten eerste het punt van, ja, het normaal, we vinden het normaal, want er zitten ook, denk ik dan even kort samengevat, ook gezondheidseffecten aan het drugsgebruik zelf. Dus het kan ook gevaarlijk zijn, misschien wel als je op een festival een pilletje slikt. Wat vind je daarvan, Machtel? Ja, natuurlijk. Er zijn altijd gevaren aan middelengebruik. Zeker. En ik denk dat over het algemeen mensen die ecstasy bijvoorbeeld gebruiken, en ook mensen die coke gebruiken vaak wel bewust zijn van die gevaren. Want er is best wel goede voorlichting in Nederland en mensen zijn vaak heel goed geïnformeerd. En mensen maken daar ook vaak wel echt een rationele afweging in het geval dat mensen niet afhankelijk zijn van een middel. Hè? Maar het probleem met drugs is dat het vaak ook heel leuk is en lekker is en heel gezellig kan zijn. En dat is natuurlijk iets waar mensen uiteindelijk ook naar op zoek zijn. Dus die positieve effecten van middelen, die zijn er ook. Ik ben er voorstander van om allebei de kanten te bespreken. En dat mensen daar gewoon zelf een overwogen keuze in kunnen maken. En de mensen die dat niet meer kunnen, omdat ze bijvoorbeeld afhankelijk raken van een middel, om daar hulp aan te geven. Maar ik denk in de opvoeding überhaupt heel erg goed om middelengebruik bespreekbaar te maken. Maar ja, dan moet je eigenlijk ook aandacht hebben voor de plezierige kanten van drukgebruik. Want dat is wel ook het stuk wat erbij hoort en waardoor veel mensen het opzoeken. En hoe eerlijker dat verhaal is, hoe beter mensen ook hun eigen afweging kunnen maken, volgens mij. Ja, en Stefan, wat denk je als je mensen hoort praten over van, het zou niet normaal moeten zijn of dit is abnormaal, dit gebruik? Nou ja, wat we normaal vinden en niet, dat creëren we met z'n allen en dat verandert. Idealiter vindt dat plaats in een conversatie, in een dialoog. En het zou heel goed kunnen zijn dat het ook in de opvoeding is, als de instrumenten daar aanwezig zijn natuurlijk voor de opvoeders, om dat ook te kunnen. Maar dan nog is het iets wat we als samenleving met elkaar moeten gaan bepalen en niet wat meneer de minister voor ons gaat bepalen. En dan moet je aanvaarden in een pluriforme maatschappij is wat voor de een normaal is, voor de ander niet normaal. En misschien is het eigenlijk belangrijk dat we dat soort waardeoordelen maar eens loslaten. Het is allemaal niet goed of kwaad of wit of zwart. Nee, er is veel nuance inderdaad. Meneer zegt ook, we moeten ook kijken, denk ik, als ik het even ook weer kort samenvat, naar het misschien wel wereldwijde plaatje. We hebben te maken met wetgeving hier in Nederland. Ferry, jij zei net ook al, we moeten ook kijken naar de landen om ons heen. Jij zei dat ook. Als we naar het Nederlandse drugsbeleid kijken in een groter plaatje, misschien wel Europees of wereldwijd, is Nederland dan inderdaad een vervelend element daarin, zoals deze meneer het hier zo net zei? Dat is wel lang geweest. We zijn een doorn in het oog van Chirac geweest, voor de tijd geloof ik. Van Frankrijk dus, en ook wel een tijdje van Amerika. Maar ik weet het niet zeker, maar ik heb de indruk dat we intussen behoorlijk ook al zijn ingehaald, zeg maar, door landen die een stuk progressiever zijn op dit gebied intussen dan onszelf wanen, zeg maar.
Dus ik weet het eigenlijk niet of we wel zo... dus wat regelgeving betreft denk ik dat dat niet per se zo is. Maar wel, lijkt mij, en dan heb ik denk vooral bepaalde landen, de buurlanden denk ik ook, de massieve export vanuit Nederland. Dit zijn natuurlijk wel wereldkampioenen productie en zo van allerlei stoffen. Waar bepaalde landen niet om verlegen zitten, zeg maar. Dus dat zal ongetwijfeld behoorlijk wat frustratie opleveren. Ja. Maar dat is die kampioen export van drugs, die zijn we, ondanks het feit dat dat er regelgeving is. Als we dat meer zouden reguleren, dan is dat ook niet zomaar in één keer opgelost dat we kampioen export zijn, denk ik. Nee, het zijn twee verschillende dingen natuurlijk. De tolerantie ten aanzien van drugsgebruik heeft nooit een pendant gehad in tolerantie ten aanzien van drugsproductie. Daar is de Nederlandse overheid altijd sterk in het geweer gekomen. En wat meneer zegt is terecht, maar je moet wel bedenken dat voor landen als Zweden en Frankrijk in de jaren 70 het ook wel een mooi retorisch moment was om Nederland de schuld te geven. In Zweden waren er Zweden verbood amfetamine in 1965, voordat Nederland dat deed. Er waren op dat moment zo'n 30.000 fenmetrazine gebruikers in Zweden die afhankelijk waren van het middel. Een paar Nederlandse slimme jongens zijn daar ingestapt, hebben gezorgd. Dat is eigenlijk het begin van de synthetische drugsindustrie in Nederland. En dat was natuurlijk makkelijk voor Zweden om te zeggen, het is de schuld van Nederland dat wij een amfetamineproblemen hadden, al hadden ze dat al daarvoor. En hetzelfde heeft Frankrijk en Duitsland altijd heel makkelijk om iemand aan te wijzen. Dat is de schuld van ons drugsbeleid. Onze mensen zouden nooit drugs gebruiken als het niet voor de Nederlanders was. Bovendien komen die synthetische drugs ook uit Oost-Europa. Spanje is even groot als Nederland qua cocaïne doorvoer in Europa. Het is ook echt niet dat Nederland de enige is. We liggen gewoon heel goed en we hebben een goed ondernemersklimaat. Ja, ja, daar, jongen achterin. Ja, wat ik me afvraag is, kijk, aan de aanbodkant wordt best wel veel geïnvesteerd door allerlei organisaties in Nederland, maar ook op internationaal niveau wordt er samengewerkt omdat zoveel mogelijk te bestrijden en te beperken. Maar aan de vraagkant, dus misschien dat je daar dan iets op het gebied van voorlichting en educatie of preventie zou kunnen doen. Daar gebeurt eigenlijk heel weinig. Ik ken geen één organisatie in Nederland die zich echt op dat gebied zich actief bezighoudt. Of eigenlijk zou je het ook op internationaal niveau moeten doen. Want ik bedoel, drugsgebruik wordt, of het nou in de filmindustrie is of in de muziekindustrie, het wordt aan alle kanten gepromoot. Hoe zit dat? Kan iemand daar een antwoord op geven? Ja, dus jij zegt eigenlijk van drugs wordt te populair gemaakt en daar zouden we iets aan moeten doen dat het de vraag wordt verminderd. Ja, als je dat vergelijkt met hoeveel er geïnvesteerd wordt om de aanbod te beperken, denk ik van, ja, hoe zit dat, die verhouding? Het wordt te veel gepromoot eigenlijk door verschillende industrieën misschien wel. Ja, ik wil er wel op reageren, want ik ben het niet mee eens dat er weinig gebeurt in Nederland op dat vlak. We hebben een heleboel echt goede organisaties in Nederland die heel veel onderzoek doen, die veel preventiematerialen maken, die langs scholen gaan, die ouders trainen. Denk aan het Trimbos Instituut, denk aan allerlei preventieafdelingen van de verslavingszorg. En verslavingszorg zelf is natuurlijk ook een manier om de vraag naar beneden te krijgen. En verslavingszorg is in Nederland in principe toegankelijk. Mensen kunnen via een zorgverzekeraar toegang toe krijgen. Dat is natuurlijk ook een manier om aan die vraagkant te werken. En in Nederland is de voorlichting op drugs echt heel goed. Mensen zijn eigenlijk over het algemeen goed op de hoogte van wat de gevaren van verschillende middelen zijn, welke middelen je echt vandaan moet blijven. Ik vind zelf dan bijvoorbeeld de ecstasy-markt eigenlijk bijna een zegen, want het maakt dat er een middel is wat relatief
veilig gebruikt kan worden vergeleken met andere middelen. En dat jongeren niet naar zwaardere middelen grijpen op grote schaal, zoals methamfetamine bijvoorbeeld, wat veel heftiger middel is met veel grotere schade of potentiële schade. En ik denk dat de gebruiker in Nederland over het algemeen goed op de hoogte is van wat de effecten en de risico's zijn van verschillende middelen. Dus ik ben het niet met je eens dat er weinig aan preventie wordt gedaan. Sorry, ik kom even naar je toe met de mic, want anders dan kunnen de mensen thuis ook niet volgen. Dat is zonde. Maar hoe komt het dan dat de imago van drugsgebruik nog steeds eigenlijk wordt gezien als iets wat stoer is en wat cool is? En, ik bedoel, het wordt pas problematisch op het moment dat het probleemgebruik wordt en iemand verslaafd raakt. Dan wordt het tragisch. Maar dat beeld, dat is niet wat overheerst. En het is ook niet de reden waarom de meesten beginnen te gebruiken. Maar jij vindt dus ook eigenlijk dat het te populair wordt en te hip, en dat is een probleem op zich? Nou, ik vraag me af of dat een oplossing kan zijn. Ja, ik denk zelf, dat werd in het begin ook genoemd, dat het druggebruik onder jongeren is een hele goede manier om je af te zetten tegen je ouders. En om een eigen identiteit te ontwikkelen, om je los te maken van je, weet je wel, van je jeugd bijvoorbeeld. En dat gebeurt echt in alle landen. En dat gezien wordt als cool. Ik denk eerlijk gezegd dat je daar als voorlichter of overheid niet zo heel veel invloed op kan hebben. Want in andere landen is het ook echt, in een jongerencultuur zijn altijd middelen, spelen een rol op een bepaalde manier. En dat schept een soort saamhorigheid. Ja, dat kan je zien als cool. Ik weet niet of je dat echt kan voorkomen. Deels wel, door echt goed te wijzen op risico's. Maar ja, dat is ook het jong zijn. En druggebruik hoort vaak toch bij een bepaalde fase in je leven. Het dooft ook vaak uit na 25, 30 jaar. Omdat je dan andere verantwoordelijkheden in het leven krijgt. En dooft het gebruik vaak vanzelf uit. Omdat het gewoon niet meer past als je je kinderen 's ochtends om 7 uur uit bed moet halen, bijvoorbeeld. Maar ja, de jongere culturen, ja, die willen zich afzetten. En drugs zijn een goede manier om dat te doen. Staat ook in het historisch perspectief. Ja, Stefan, wat drugs zijn eigenlijk een beetje te cool. Ben je het daarmee eens? Tja. Kijk, we weten dat jongeren natuurlijk voornamelijk hun levensstijl, identiteit en attitudes krijgen van hun peers, zeg maar. Dus wat die ouders inderdaad gaan zeggen, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Is het dan te cool, dan zou je dus een andere boodschap moeten geven dat drugsgebruik niet cool is. Maar grappig genoeg gebeurt dat ook, hè, want drugsgebruik heeft zijn varianten en zijn fases. Bijvoorbeeld heroïnegebruik sprak in de jaren 70 een bepaalde subcultuur aan. En in de jaren 80, toen was er niks zo leuk als je verslaafd maken en een loser zijn en en jezelf kapot maken in een kraakpand. En in de jaren 90 verdween dat opeens. Toen vonden ook jongeren echt dat heroïnegebruikers losers waren. Want toen werd iedereen happy en een nieuwe maatschappij leek te gloreren dankzij de komst van de ecstasy. Dus ik ben in die zin wel met je eens. Dat drugsgebruik moet je dus altijd en al die verschillende drugs binnen een bepaalde cultuur zien. Hetzelfde geldt trouwens voor tabaksgebruik. 1 op de 5 Nederlanders rookt nog. En dat zijn vooral vaak mannen die lager opgeleid zijn. Dus dat heeft dan ook weer iets te maken met een bepaalde cultuur, een bepaalde sociaal-economische status. Dus als je daar inderdaad iets mee wil, zul je wel heel erg specifiek daarop in moeten haken. En ik denk niet dat drugsgebruik als totale categorie dan te cool wordt. Denk alleen maar aan al die ouderen die verslaafd zijn aan benzodiazepine trouwens, slaapmiddelen. Het zijn er ook een paar honderdduizend. Dat is een veel groter probleem dan het heroïneprobleem in ons land. Maar die ouderen nemen die slaapmiddelen niet omdat ze die te cool vinden. Maar omdat ze niet kunnen slapen of problemen hebben. Ik ben wel met je eens, maar het moet wel gedifferentieerd worden. Er zijn ook gewoon hypes en trends en in drugsgebruik. Ik kan me herinneren dat het 2 jaar geleden of zo, denk ik, dat je overal van die zilveren dingen op de grond zag leggen voor het
misschien kun je even helpen, want ik weet ook niet precies wat het is. Maar slagroompatronen. Die slagroompatronen, ja, waar mensen dan even high van werden. Ik moet zeggen dat ik ze nu veel minder zie. Dus ik weet niet wat daar aan de hand is. En ik las bijvoorbeeld ook weer dat 3MMC, een of andere designerdruk, dan nu helemaal in is. En daar maken mensen zich dan ook hele grote zorgen over. Dus op zich gaat het wel heel snel, denk ik. Er zullen vast wel altijd druk zijn die er altijd hoor hier te steden, denk ik. Maar hoe zouden we dan daarmee om moeten gaan? Nou, 3MMC valt nu onder de opiumwet. Ja. Daarom was er een nieuw middel verzonnen, dat heet 4MMC. Dat valt nu ook onder de opiumwet. Dus er komt zo meteen een ander middel wat dan ook weer onder de opiumwet gaat vallen. Maar misschien kun jij er meer over vertellen, want er is nu een generieke wetgeving dat alle drugs onder de opiumwet moeten gaan vallen. Wat een hele vreemde ontwikkeling is, maar... Oh, dat ben ik wel benieuwd. Wat je er vreemd aan vindt. Want, ja, het is inderdaad een soort systeem stijlbreuk eigenlijk in die opiumwet. Je hebt twee lijsten. En dat is ook arbitrair, maar in ieder geval, die heb je van oudsher. Mm-hmm. Lijst 1 en lijst 2. Dan komt er volgens mij een lijst 1A of 2A. In ieder geval waar dan in plaats van zeg maar per stofje of per middel allemaal hele lange lijsten dus dat opgesomd wordt. En dan komt er weer wat bij, want dan heeft iemand een designer drugs, die worden dus in laboratoria uitgevogeld. En er zit een enorme kat en muisspelachtige interactie natuurlijk tussen wetgever zeg maar, en die markt of de producenten. Er wordt één onderdeeltje in de samenstelling veranderd, zodat het niet meer onder die beschrijving valt in de opiumwet en het dus niet strafbaar is. Totdat de wetgever het strafbaar heeft. Maar goed, dat gaat langzaam en zo. Dus het is continu is dat een soort een beetje flauw spel. Maar dat heeft lang zo plaatsgevonden. En nu komt er dus een soort bepaling in die opiumwet die zegt dat bepaalde groepen van stoffen worden zeg maar generiek strafbaar gesteld, zodat de wetgever toekomstbestendiger zeg maar is wat dat betreft, zodat niet bij iedere een nieuwe kleine tweak zeg maar in de samenstelling van die formule het al niet meer onder zou vallen. Dus dat is volgens mij nu in de Eerste Kamer intussen. En dat zal er wel doorheen komen. Maar dat 3MMC inderdaad, dat was volgens mij afgelopen oktober sindsdien strafbaar. En nog een week later geloof ik las je al in de krant dat er wat nieuws was verzonden. Dus, Jij vindt dat geen goed idee, zeg je, Stefan? Nou ja, het is natuurlijk een beetje ironisch. Want zoals je zelf zegt, de opiumwet zegt dat ze stoffen verbieden vanwege de gezondheidsrisico's. Maar de overheid hoeft dus nu niet meer aan te tonen dat een nieuw middel ook gezondheidsrisico's heeft, want dat is al verboden. Dus dat is allemaal ideologie. Het gaat om een politioneel middel om een niet eens nog illegale drugsmarkt illegaal te maken. Dus dat vind ik het eigenaardige ervan. Ja, jij nog reageren, Macht? Ik zie het echt als een achterhoedegevecht. Ik vind zelf dat het weinig getuigt van echt creatief nadenken over beleid en wat je er nou mee hebt als doel. Ja. Ik geloof niet dat dit nou enige impact gaat hebben op de gezondheid of de veiligheid in Nederland, eerlijk gezegd. Dus ik vind het een beetje een achterhoedegevecht. Ja. Hier moet daar de streepjes te ruimen. Ja, ik hoor op zich best wel veel interessante dingen. Ik wil even reageren op de twee heren wat net die discussie over preventie, meer voorlichting, rol bij de opvoeding. Die leek gericht op echt de kant van preventie. Vanuit het is slecht, het heeft gezondheidsrisico's, we moeten het minder cool maken. Ja, ik denk dat we nu wel zien dat die preventie vanuit de illegaliteit zorgt dat het nog steeds zo'n stigma houdt, die drugs. Terwijl ik denk dat juist goede voorlichting moet komen vanuit een totaalplaatje wat nu mist, omdat die middelen juist ook illegaal zijn. Als we even verder kijken naar dat, bijvoorbeeld nu die designerdrugs die steeds nieuwe stofjes, omdat andere weer illegaal gemaakt worden, dan krijg je weer nieuwe stofjes die niet onderzocht zijn, gezondheidsrisico's onbekend, steeds gevaarlijker materiaal. Stel dat we nou alles zouden legaliseren, stel dat vanuit die legalisatie ook een soort meer openheid in die opvoeding kunnen stellen. Waarbij dus wel meer mensen in aanraking kunnen komen met drugs omdat het gelegaliseerd is, maar er is betere voorlichting. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Denk je dat het uiteindelijk een
winst oplevert ten opzichte van die illegaliteit en het verbieden van die middelen? Of denken jullie dat het juist kan doorslaan naar de kant dat meer mensen in aanraking komen en het juist meer gezondheidsproblemen geeft? Dankjewel. Ja, wie wil als eerste reageren? Wacht het misschien? Ja hoor, ja. Volgens mij was het 2020 is een denktank geweest die gekeken heeft naar het geval van MDMA, dus ecstasy. En die heeft allerlei beleidsopties naast elkaar afgewogen. Wat heeft de meest positieve effecten? Milieuschade werd daar trouwens heel nadrukkelijk ook in meegenomen. Want er is heel veel milieuschade door drugsdumpingen. En de verwachting van die wetenschappers, was een groep van 18 experts, was dat het gebruik na regulering licht zou stijgen. Maar dat er wel op alle andere vlakken eigenlijk een heel positief effect zou zijn vergeleken met wat we nu doen. En dat is dus geen heilige graal, maar wel minder criminaliteit, minder milieuschade. En ja, betere mogelijkheden tot voorlichting eigenlijk ook rond gezondheid en een risicovermindering die je daarmee kan teweegstellen. Dus ik denk dat het redelijk is om te verwachten dat er misschien een lichte stijging is in het gebruik. Maar ook weer niet dat iedereen zich ineens op de middelen stort. Hè? Want ja, er zijn natuurlijk, ik bedoel, de meeste mensen in Nederland gebruiken natuurlijk nog steeds helemaal geen middelen die nu in de opiumlijst staan. Wel koffie, alcohol en dat soort middelen. Maar de meeste mensen hebben helemaal geen behoefte aan drugs in hun systeem. Dus die lichte stijging zou ook echt licht zijn, denk ik ook. En denken die experts ook. Stefan, gewoon alles legaliseren? Nou ja, ik vind het wel grappig. We doen hier alsof dit een enorm denkexperiment moet zijn. Maar een eeuw geleden was alles gelegaliseerd. En toen liepen ook niet mensen als gekken de straat op om maar zoveel mogelijk donker te zijn. Ik bedoel, stel dat ecstasy gelegaliseerd zijn en je kan het bij de ethos krijgen. Ga ik dan, als ik naar Utrecht Science Park ga en ik ga over het station, denk ik dan, weet je wat, het is 8:00 PM, ik neem even een ecstasy tabletje bij de ethos, dan kom ik mijn werkdag beter door. Ik heb allemaal saaie Teams meetings, ik kan het gebruiken. Snap je? Ik bedoel, hoe dat precies uit gaat pakken, weten we niet. En we weten, en er zullen natuurlijk altijd meer beschikbaarheid. Er zullen altijd slachtoffers vallen, dus daar moet je voor zorgen. Maar je verandert natuurlijk wel de regels van het spel enorm. Ik denk dat de belangrijkste effecten zal zijn dat drugs productie weer terechtkomt bij waar het voor 1920 ook was. En dat is de grote farmaceutische bedrijven. Heineken wil bijvoorbeeld graag cannabis op de markt brengen. En in 1920 was de grootste heroïneproducent in Nederland dezelfde fabriek die Zwitserland babysalf maakte. Dus ik denk dat eigenlijk dat de grootste impact zal zijn. Maar ja, met als voordeel dat je precies weet wat er in het middel zit. Dus daar zitten ook veel risico's aan gebruiken. Want je koopt je middel op de zwarte markt en je weet niet wat er is. In Nederland kan je drugs testen, dus dat is heel fijn. Maar dat doe je natuurlijk niet elke keer dat je gebruikt. Maar als het in de farmaceutische industrie geproduceerd wordt en er zit een goed label op en een certificaat van controle wat het is, dat vermindert wel de risico's van gebruik. En dat, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dan heb je wel een stabiel middel waarvan je altijd weet, nou, ik weet ongeveer wat het effect is in mijn lijf. Ja, ik zou de bijsluiters van de farmaceutische industrie ook niet altijd geloven, hoor. Dus dat zit er nog wel iets wat je toch wel in de gaten moet houden. Ja, ja. Nou, ik wou nog zeggen, wij zijn vanuit Mainline ook bezig met het opzetten van een museum over drugs, om het algemene publiek te betrekken bij het onderwerp en ook dit soort discussies te kunnen voeren en ook naar een ander niveau te tillen. En een van de dingen die we willen doen is deze zomer in Utrecht een fictieve ecstasy shop als kunstexperiment opzetten. En daarin willen we juist ook kijken van, stel dat die beslissing genomen wordt dat je reguleert, hoe zou dat er dan uitkomen te zien, die verkooppunten? Wat vinden mensen dan eigenlijk acceptabel? Moet je dat in een apotheek doen? Moet je dat op een feestje doen? Moet je dat in de ethos doen? Of in een smartshop? Op wat voor setting? En wat voor condities wordt die verkoop dan gereguleerd? En dat vind ik eigenlijk een interessantere discussie. Dan krijg je heel duidelijk in beeld wat de knoppen zijn waar je aan kan gaan draaien. Hoeveel pillen mag je kopen? Met welke sterkte? Mag je het ook voor je vrienden kopen of niet? Als je te weinig mag kopen en de drempel is te hoog, dan blijft een hele grote zwarte markt. Kan je daar aan die knoppen draaien? Wat doe je met marketing? Een van de dingen die mij heel erg storen nu met het vrijgeven van de gokmarkt
is al die reclames voor gokken. Nou, dat wil je denk ik niet als je ecstasy gaat reguleren. Lekkere poster in de abri van, nou, vanavond feestje, weet je wel. Hier kan je naar de smartshop, haal je pil maar. Maar dat wil je juist heel erg controleren. Daar wil je goede voorlichting bij geven. Je wil zorgen dat je mensen ook waarschuwt van, hey, je bent hier al voor de derde keer vandaag, weet je wel. Nou, dat geeft je allerlei mogelijkheden eigenlijk. En ik vind dat eigenlijk een veel interessanter gesprek van hoe kan je dat op een goede manier aanbieden. Welke condities heeft zo'n verkooppunt dan? En wat vinden Nederlanders acceptabel? Wat voor risico's kan je accepteren als maatschappij als het gaat om middelengebruik? En hoe gaan we ons daartoe verhouden? Dat vind ik eigenlijk een interessanter gesprek dan elke keer alles maar weer op die opiumlijst zetten. Want ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel impact. Ja. Maar zijn we daar dan klaar voor? Ik denk niet dat Nederland daar nu klaar voor is, maar ik denk wel dat het heel interessant en boeiend is om meer Nederlanders te betrekken in dat debat. Omdat uiteindelijk je wel de normalisering van ecstasy in dit geval is eigenlijk al gaande. Je wil eigenlijk ook dit gesprek normaliseren. En op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk wel ook stemmen en partijen gaan zien van, hey, er is een beweging in Nederland die eigenlijk iets anders wil met het drugsbeleid. Daar moeten politici dan op een gegeven moment wel naar gaan handelen. Dus dan gaat er misschien heel langzaam een keer wat bewegen. Ja, dat is echt een lange weg nog te gaan, maar ik denk wel dat je daar ook het publiek en de stemmer, de votes mee moet gaan betrekken in het debat. En laat mensen hun eigen mening maar vormen. Misschien ben ik heel gekkie en je denken mensen daar op een gegeven moment heel anders over. Ja. Maar laten we wel het gesprek daarover aangaan en een wereld schetsen van, dit is een politieke beslissing, hoe we omgaan met middelen en drugs in onze maatschappij. En er zijn alternatieven. Waarom kijken we daar niet serieus naar? Ferry, wat is jouw reactie als je hoort over een experiment waar we met z'n allen over moeten gaan nadenken hoe we die ecstasy dan kunnen kopen en welke voorwaarden? Dat is heel fascinerend, inderdaad, heel interessant. Ik moest inderdaad ook van de growshops en zo denken, maar wat ik me ook bij afvraag, maar goed, ik ben geen psycholoog. Oh, even de mic toch weer aan. Ligt het nooit. Wat ik me er ook wel bij afvroeg is ik ben dus geen psycholoog. Of het ook het effect zou kunnen hebben dat als je het uit het strafrecht haalt, dat het dan ook iets van zijn aantrekkelijkheid, zeg maar, juist kwijtraakt. Ik kan me ook voorstellen dat het feit dat het strafbaar is, verboden is, dat daar gaat natuurlijk ook een zekere aantrekkingskracht van uit. Stel ik me voor, ik weet niet, misschien wordt het zwaar overdreven hoor, maar. En dat komt dan te ontvallen, dus dat kan het nog positief uitpakken ook, zeg maar even, als het gaat om het aantal, of de omvang van het gebruik. Maar daar zou ik dan ook wel benieuwd naar zijn, hoe dat effect optreedt, of er een effect op dat punt optreedt. Dat het minder cool is omdat het niet meer verboden is? Ja, je had het over het afzetten tegen het gezag en zo. Ja, het recept daarvoor is natuurlijk iets strafbaar maken, want dat nodigt uit tot transgressie, zeg maar. Dat is nou juist het aardige ervan, zeg maar even. Dus, en dat haal je weg als je het legaliseert. Ja. Goed. Stefan, en wat denk jij van bij de ethos ecstasy kopen, of in ieder geval oefenen met hoe we dat zouden moeten doen? Is dat de discussie die we op dit moment zouden moeten voeren? Nou ja, als je ervan uitgaat dat het genormaliseerd wordt, dan is dat de discussie die op een gegeven moment moet voeren. In 1960 kon jij de apotheek binnenhalen en zonder recept amfetamine of methamfetamine kopen. En waarschijnlijk hebben jouw grootouders dat nog gedaan als ze naar een familiefeestje gingen, te veel gedronken hadden en naar huis moesten rijden. En dat werd toen niet eens besproken. Het was niet eens een probleem. Maar dat betekent niet natuurlijk dat het nu niet wel een probleem zou kunnen worden. Hè? Het is nog steeds die conversatie. We moeten nog steeds met z'n allen dan vormgeven. En dat transgressie, dat is ook een interessante. Het is zeker waar voor sommige middelen. Maar goed, drugs hebben natuurlijk ook een bepaald farmaceutisch effect die mensen gewoon willen om dat effect zelf. Ja. Dus je gaat wel terra incognita in die zin in, omdat we een andere maatschappij hebben, mensen andere behoeften hebben. Maar ik denk niet dat we meteen met z'n allen als lemmingen over de afgrond gaan storten. Nee. Dat we achter iemand aanlopen met zijn legale drugs. Ja. Nou, dankjewel, Terra Incognita. Ja, sorry, het is
Tijd om af te ronden. Terra Incognita gaan we misschien over 10 jaar. We hebben misschien een heel andere discussie hier. En kunnen we hopelijk weer verder denken. Maar voor nu zit het erop. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Nog één keer een heel hartelijk applaus voor onze gasten van vanavond. Magda Kwist, Terra Wion en Steffen Snelders. De volgende avond is dus op 24 mei en dan gaan we het hebben echt over het witwassen in Nederland. En waarom is dat problematisch? Hoe kunnen we daar wat aan doen? En dat gaan we doen met dokter Joris Verwerda. Hij is witwasexpert van de Universiteit Utrecht. Dus als je dat interessant vindt, dan ben je ook van harte uitgenodigd. En ik wens jullie voor nu een hele fijne avond. Tot ziens.